constitutioneel of grondwettelijk hof is een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over grondwettelijke, de grondwettelijkheid van de wetten of andere wetskrachten, normen en verdragen. In het algemeen toetst een constitutioneel hof of een regel in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden of met gelijkheidsbeginsels zoals in de grondwet zijn vastgelegd. Het hof treedt niet op als hoogste orgaan, in laatste instantie bij particuliere geschillen, dit in tegenstelling tot andere rechtsprekende organen. Het constitutioneel hof is een grondwettelijk hof van de Republiek Suriname. De oprichting van het hof was al voorzien in zowel de grondwet van 1975 als de opvolger in 1987. Maar het duurde tot 4 oktober 2019 voordat de Nationale Assemblée de wet uitvaardigde die voorzag in de oprichting ervan. De leden van het Constitutioneel Hof zijn op 7 mei 2020 geïnstalleerd voor de duur van 5 jaar. En de leden zijn de voorzitter, meester Gloria Sterling, de leden, meester Dr. Maya Fokey Monohar, meester Dr. Anruda Akal Ramotar, meester Rinette Jokarto, en de plaatsvervangend leden, meester Bin Soyo, meester Jornel Finkwolf, meester Roy Chitani. De heer meester Kenneth Amoksi werd toen ook geïnstalleerd als vicevoorzitter, maar heeft dan moeten bedanken vanwege zijn ministerschap. Verder is de plaatsvervangend secretaris, meester Moira Breidel, ook laatstelijk geïnstalleerd. Mag ik uw aandacht voor de binnenkomst van de president en de leden van het Constitutioneel Hof? Die gaan nu binnenkomen. Ik moet gelijk ook wel aangeven dat meester Dr. Maya Fokey Manohar vandaag afwezig is vanwege omstandigheden. En dat meester Dr. Anruja Akal Ramotar uitlandig is. Dus deze twee leden zijn vandaag niet aanwezig. Aan de aanwezige fotografen vraag ik de laatste indrukken te schieten. En daarna de zaal te verlaten en richting de congreshal te gaan, waar het perscentrum is ingesteld, van waaruit dit ook live te volgen is. Fotografen bedankt. En dan trek ik me bij deze ook terug, zodat de zitting een vast start kan gaan. Ik dank u voor dit moment. Conform artikel 25 van de wet Constitutioneel Hof. En ik heet de leden en de plaatsvervangend leden van het Constitutioneel Hof, als ook de geachte aanwezigen, welkom bij deze zitting. En ik zal vervolgen met de beslissing van het Constitutioneel Hof. Je hebt
eens in beeld. In deze gaat het om toetsing ex-artikel 144 van de grondwet, junto artikel 12 lid 1 van de wet constitutioneel hof, van de wet van 5 april 2012, houdende wijziging van de amnestiewet 1989, op verenigbaarheid met de grondwet, het Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens en het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten. De algemene inleiding van het constitutioneel hof. We hebben het over de instelling van het constitutioneel hof. Het constitutioneel hof, hiernaar te noemen het hof, is een grondwettelijk toetsingsorgaan en in artikel 144 grondwet is de instelling van het hof als een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan verankerd, waarin eveneens de hoofdzaken omtrent de samenstelling en de taken en de bevoegdheden zijn vastgelegd. In de wet van 4 oktober 2019, ter uitvoering van artikel 144 lid 4 van de grondwet, wet constitutioneel hof, vindt nadere uitwerking plaats met betrekking tot deze onderwerpen, alsmede de restgevolgen van de beslissingen van het hof. Daarbij is eveneens benadrukt het restkarakter van het hof als een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan dat zich als zodanig nog met wetgeving, nog met rechtspraak inlaat, waarbij mede gelet op de toetsingsbevoegdheid en de restgevolgen van de uitoefening daarvan, het aldus een zodanige positie inneemt dat het nog tot de wetgevende, nog tot de rechterlijke macht behoort. Het voorgaande benadrukt de positie van het hof, niet alleen ten opzichte van de wetgever, maar ook ten opzichte van de rechterlijke macht. Het hof zal ook, gelet op het voorgaande, in de uitoefening van haar toetsingsbevoegdheid, de in de grondwet en wet constitutioneel hof gegeven constitutionele begrenzingen steeds voor ogen houden, zonder aan zijn constitutioneel gegeven taakstelling tekort te doen. De taakstelling van het constitutioneel hof, in gevolge artikel 144 grondwet, heeft het hof tot taak a. Het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties, en b. het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met één of meer van de in hoofdstuk 5 van de grondwet genoemde grondrechten. Het voorgaande houdt in dat de taakstelling van het hof zich uitstrekt tot toetsing van wetten in formele zin en bestuursbesluiten die in gevolge haar inwerkingtredingsbepaling reeds in werking zijn getreden. Met de constitutionele toetsing door het constitutioneel hof hangt samen de vaststelling door het constitutioneel hof van de strijdigheid van de wet of gedeelte daarvan, of het bestuursbesluit met de grondwet of met ieder verbindende bepalingen van een verdrag, en het gevolg, namelijk de onverbindendheid van de regeling, zulks in gevolge artikel 144 lid 3 van de grondwet. Het hof heeft de bevoegdheid wetten in formele zin in beginsel aan de gehele grondwet te toetsen. In beginsel, omdat toetsing aan een grondwetsbepaling alleen mogelijk is, indien de bepaling zich dan ook voor toetsing leent. Daarbij is het van belang dat de bepalingen van de grondwet waaraan zal worden getoetst, zodanig wat de bewoordingen, doel, context en strekking betreft, duidelijk moeten zijn geformuleerd dat deze bepalingen als een concrete en hanteerbare maatstaf in het licht van de constitutionele toetsing voor het hof kan fungeren. Ten aanzien van de klassieke grondrechten in hoofdstuk 5 van de grondwet kan in ieder geval in het algemeen van worden uitgegaan dat deze bepalingen zich voor toetsing door het hof lenen. Zo ook de toetsing van het hof aan verdragsbepalingen, voor zover deze bepalingen iedere burgers verbindende bepalingen betreffen, de zogenaamde self-executing bepalingen. Bij deze toetsingsvorm door het hof gaat het niet om concrete belangen van personen, maar om de abstracte vraag naar de strijdigheid van een wet of gedeelte daarvan met één of meer bepalingen van de grondwet of een volkenrechtelijke overeenkomst. Ten aanzien van de beoordeling van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen, de zogenaamde bestuursbesluiten, met één of meer van de in hoofdstuk 5 van de grondwet genoemde grondrechten,
artikel 144 lid 2 sub b, is het uitgangspunt van het Hof dat het voorgaande een concrete normtoetsing betreft. Het betreft namelijk belangen van personen die zich door een overheidsbesluit in de beleving van één of meer van de persoonlijke grondrechten aangetast voelen. Zo kan bij deze toetsing het verzoek door iedere belanghebbende worden gedaan, wiens belangen daadwerkelijk ook zijn aangetast. De rechtsmacht en uitgangspunten. De toetsingsbevoegdheid van het Hof wordt geactiveerd door een verzoek van een verzoekgerechtigde. Hierbij is het beginsel van leidelijkheid van het Hof uitgegaan. Gegeven dit uitgangspunt zou het niet aan het Hof zijn gelegen, buiten de door de verzoekgerechtigde geformuleerde gronden om, uit eigen beweging, dus ambtshalve, te oordelen over de vraag of en in hoeverre ook bepalingen welke betrekking hebben op andere onderdelen in die wet constitutioneel dan wel verdragsconform zijn. Echter biedt artikel 144 van de grondwet, junto artikel 19 wet constitutioneel hof, aan het hof wel ruimte om het verzoek ambtshalve uit te breiden. Het hof heeft ingevolge artikel 19 wet constitutioneel hof de bevoegdheid de gronden waarop het verzoek tot toetsing is gebaseerd aan te vullen. Uiteraard zal aanvulling als hiervoor bedoeld door het hof moeten zijn ingegeven door de noodzaak van de in verband met de toetsing vereiste volledigheid van de gronden. Eveneens spreekt artikel 144 grondwet van de verenigbaarheid van een wet met de grondwet, hetgeen naar de mening van het hof zich zou mogen uitstrekken tot de gehele wet of de grondwet. Verloop van de procedure. Hier is sprake geweest van indiening van een verzoekschrift gedateerd 22 mei 2020. Zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 144 van de grondwet, junto artikel 12 lid 4a wet constitutioneel hof, door 7 leden van de Nationale Assemblée, te weten Abdul Mohamed Amzat, Cotino Rosselli, Wangsa Besari Usman, Vreedzaam Jennifer, Ilahi Baks Luciana, Warsodi Kromme Jenny en Sumter Danielle. Het ingediende verzoekschrift voldoet aan de ingevolge artikel 15 wet constitutioneel hof gestelde vereisten. Het hof acht de verzoekers dan ook ontvankelijk in hun verzoek en neemt het verzoek in behandeling. Door het hof zijn deskundigen gehoord die met betrekking tot het onderhavige hun zienswijze hebben gegeven. Het hof heeft hieromtrent het onderhavige beraadslaagd, doch heeft vanwege de complexiteit van de materie en andere organisatorische omstandigheden niet binnen de gestelde termijn van artikel 23 lid 1 wet constitutioneel hof een beslissing hierover kunnen nemen. Aangezien in onderhavige situaties sprake is van een bijzonder geval, conform artikel 23 lid 2 wet constitutioneel hof, is van de termijn van artikel 23 lid 1 afgeweken en besluit het hof op donderdag 22 juli 2021. Dan gaan we naar het verzoek. Bij het verzoekschrift de dato 22 mei 2020 hebben 7 leden van de Nationale Assemblée, ex artikel 12 lid 4 sub a van de wet constitutioneel hof, het verzoek ingediend bij het hof om de wet van 5 april, houdende wijziging van de amnestiewet 1989, te toetsen aan respectievelijk de grondwet van de Republiek Suriname, het internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten, en het Amerikaanse verdrag in zaken de rechten van de mens. De verzoekers geven aan dat ten aanzien van vernoemde wet er een constitutioneel vraagstuk is ontstaan betreffende de strijdigheid van vernoemde wet aan de grondwet van de Republiek Suriname en of enige volkenrechtelijke overeenkomst. Verzoekers doen dan ook een formeel verzoek aan het constitutioneel hof om ter oplossing van dit vraagstuk tot toetsing over te gaan van vermelde wet van 5 april 2012 aan de grondwet van de Republiek Suriname, aan het verdrag in zaken burger- en politieke rechten en aan het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens. Blijkens het verzoekschrift wordt gevraagd de wet van 5 april 2012, houdende wijziging van de amnestiewet van 1989, te toetsen aan de artikelen 8, 10, 14 en 131 grondwet van de Republiek Suriname,
Eveneens is gevraagd om tot toetsing over te gaan van vernoemde wet aan de artikelen 2 en 14 van het internationaal verdrag in zaken burger en politieke rechten en de artikelen 1, 8 en 25 van het Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens. Op grond van het verzoek van verzoekers zal het Hof de volgende restvragen beantwoorden. In hoeverre is de wet van 5 april 2012 houdende wijziging van de Amnestiewet 1989 verenigbaar met de artikelen 8, 10, 14 en 131 lid 3 van de Grondwet? In hoeverre is de wet van 5 april 2012 houdende wijziging van de Amnestiewet 1989 verenigbaar met de artikelen 2 en 14 van het internationaal verdrag in zaken burger en politieke rechten? En in hoeverre is de wet van 5 april 2012, houdende wijziging van de Amnestiewet van 1989, verenigbaar met de artikelen 1, 8 en 25 van het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens? De bevoegdheid van het Constitutioneel Hof en ontvankelijkheid van het verzoek. Het Hof acht zich overeenkomstig het bepaalde in artikel 144 lid 2 van de Grondwet, CQ artikel 12 leden 1 en 4 van de wet Constitutioneel Hof, bevoegd om tot toetsing van de onderhavige amnestiewet, zoals door verzoekers gevraagd, over te gaan en stel dan ook de ontvankelijkheid van de verzoekers vast. Ten aanzien van de bevoegdheid van het Hof, bepaalt artikel 144 lid 2 van de Grondwet, junto artikel 12 lid 1 van de wet Constitutioneel Hof, dat het Hof de inhoud van een wet of een gedeelte daarvan toetst aan de grondwet en aan van toepassing zijnde ieder verbindende bepalingen van overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties. De wet van 5 april 2012 houdende wijziging van de Amnestiewet 1989, die het onderwerp is van de aan het Hof door verzoekers gevraagde toetsing, is een wet in formele zin en is eveneens reeds op 6 april 2012 in werking getreden. Hiermee voldoet het voorgaande aan de kwalificatie van de wetten, als bedoeld in artikel 144 lid 2 van de Grondwet, en daarmee is eveneens de bevoegdheid tot toetsing door het Hof komen vast te staan. De verzoekers zijn op de dag van indiening van het verzoek leden van de Nationale Assemblée en behoren in gevolge artikel 12 lid 4 sub a van de wet Constitutioneel Hof tot de daarin genoemde verzoekgerechtigden. Daar in het verzoekschrift eveneens de bepalingen van de grondwet en volkenrechtelijke overeenkomsten zijn vermeld, waaraan vernoemde amnestiewet onder meer getoetst dient te worden, en aan de overige ingevolge artikel 15 wet Constitutioneel Hof gestelde vereisten, kan het verzoek derhalve worden ontvangen. Dan hebben wij de inhoudelijke overwegingen met betrekking tot de Amnestiewet 1989 en de wet van 5 april 2012, houdende wijziging van de Amnestiewet van 1989. In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde de Amnestiewet van 1989 en de wijziging hiervan bij wet van 5 april 2012, houdende het verlenen van amnestie aan personen die te rekenen van 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet bepaalde hierin omschreven strafbare feiten hebben begaan. We kijken nu naar de Amnestiewet van 1989. De Amnestiewet van 1989 verleent amnestie aan degenen die strafbare feiten hebben gepleegd in de periode vanaf 1 januari 1985 tot en met 20 augustus 1992. Zijnde de dag van inwerkingtreding van de vermelde wet. Het betreft strafbare feiten gepleegd in de periode waarin het binnenlands conflict in Suriname zich heeft gemanifesteerd. Artikel 1 lid 1 onder A, B, C en D van de Amnestiewet 1989 verleent amnestie aan degenen die in genoemde periode strafbare feiten hebben gepleegd die gecategoriseerd kunnen worden in A. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat, B. Misdrijven tegen de openbare orde. C. Strafbare feiten begaan in verband met, of in samenhang met, of ter voorbereiding en, of het uitvoeren van één of meerdere bovenstaande strafbare feiten.
en strafbare feiten begaan ter voorkoming, het tegengaan of ter bestrijding van alle onder ABC vernoemde strafbare feiten. De Amnestiewet 1989 sluit de toepassing van amnestie uit in artikel 2, voor zover de genoemde misdrijven eveneens gekwalificeerd worden als misdrijven tegen de menselijkheid. Oorlogsmisdrijven en genocide, welke betekenis aangegeven dient te worden overeenkomstig het internationale recht. De Amnestiewet van 1989 verbindt aan de amnestieverlening ten aanzien van de gepleegde strafbare feiten de volgende gevolgen. Bij een veroordeling tot straf vervalt de ter uitvoering van de straf door de staat en in geval betrokkenen in detentie is, vindt de onmiddellijke invrijheidstelling plaats. De bevoegdheid tot strafvordering vervalt. Indien de zaak reeds ter terechtzitting aanhangig is, of tegen de verdachte een voorbereidend onderzoek is ingesteld, of indien tegen de verdachte nog geen voorbereidend onderzoek is ingesteld. In het laatste geval volgt de onmiddellijke invrijheidstelling indien betrokkenen in detentie is. Kortom, in gevolg van de Amnestiewet 1989 doet de amnestieverlening elke strafoplegging, strafvervolging en strafrechtelijk onderzoek ten aanzien van degene die bedoelde strafbare feiten, zoals hierboven bedoeld in punt 2, hebben gepleegd of daarvan worden verdacht, vervallen. In de Amnestiewet 1989 is ten aanzien van het doel van de wet verwezen naar verschillende specifieke voorbeelden van amnestieverlening in de wereld, in het bijzonder naar voorbeelden met betrekking tot amnestieverlening in Latijns-Amerika, die onder andere tot doel hebben gehad het vergemakkelijken van de overgang van een autocratische naar een democratisch stelsel en het bewerkstelligen van een nationale verzoening tussen aanhangers van het militair regime en de voorstanders van de wederinvoering van een democratisch bewind. Het tot het eind brengen van de activiteiten van een groep of groepen van opstandelingen en op hun integratie in de samenleving. In het verlengde hiervan lag aan de amnestieverlening in gevolg de Amnestiewet van 1989 in Suriname ten grondslag dat een eind zou komen aan de activiteiten van een groep of groepen van opstandelingen die in het binnenland, vooral in Oost-Suriname, dicht bij de Frans-Guyanese grens opereerden, om hen eveneens te overreden een eind te maken aan de acties en om daarna tezamen met de bewoners van het binnenland te werken aan de opbouw en de ontwikkeling van deze landgenoten. Het voorgaande houdt in dat de Amnestiewet van 1989 tot doel had mede tot basis te dienen van het scheppen van vertrouwen bij alle partijen in het proces van beëindiging van de binnenlandse strijd, waarbij over en weer van de zijde van het leger en opstandelingen vele doden zijn gevallen. De integratie van de daarbij betrokken opstandelingen in de samenleving en de wederopbouw van de betrokken gebieden. De wet van 5 april 2012 In de wet van 5 april 2012 houden de wijziging van de Amnestiewet 1989 zijn ten aanzien van de in de Amnestiewet 1992 opgenomen bepalingen fundamentele aanpassingen gepleegd, te weten. De periode waarin ten aanzien van strafbare feiten amnestie kan worden verleend is gewijzigd van 1 januari 1985 tot 20 augustus 1992 naar 1 april 1980 tot 20 augustus 1992. B. De strafbare feiten waarop de amnestieverlening van toepassing is, worden uitgebreid met 1. Strafbare feiten in het kader van de verdediging van de staat en of omverwerping van het wettig gezag. 2. Strafbare feiten in het kader van het conflict in het binnenland en de gebeurtenissen in december 82. 3. Strafbare feiten als bedoeld in de artikelen 347, 348, 349, CQ artikel 72 lid 2 en artikel 360 en volgende van het wetboek van strafrecht, gepleegd op 7, 8 en of 9 december 1982. En met betrekking tot deze artikelen kan gezegd worden dat het dus gaat om artikelen waarvan de strafbaarstelling in het wetboek van strafrecht is geregeld, gebracht onder de misdrijven
tegen het leven gericht. En dan heeft dat te maken met onder andere doodslag, gekwalificeerde doodslag, moord, mishandeling en uitlokking. Onmiddellijk na afkondiging van vermelde wet zou bij de wet een waarheids- en verzoeningscommissie worden ingesteld voor onderzoek en waarheidsvinding van mensenrechten schendingen in de periode 1980-1985, waaronder de gebeurtenissen op 8 december 1982. Het Hof is van oordeel dat aan de instelling van deze waarheids- en verzoeningscommissie nooit invulling is gegeven. Als rechtvaardiging voor de wijzigingen van de Amnestiewet bij de wet van 5 april 2012 is aangegeven dat de jaren 80 onderdeel zijn van de periode van de geschiedenis van het volk van Suriname, waarin ingrijpende staatkundige, bestuurlijke, sociaal-economische en sociaal-culturele gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Voorts is aangegeven dat in bovengenoemd tijdvak zowel nationale als internationale krachten hun invloed hebben gehad die geleid hebben tot uiteenlopende gebeurtenissen in Suriname. In het kader van de vrede, nationale eenheid en ontwikkeling van de Republiek Suriname is de Amnestiewet selectief geweest nu het slechts een deel van de jaren 80 bestrijkt. Het voorgaande impliceert volgens de memorie van toelichting van deze wet dat de wetgever bij het tot stand brengen van de Amnestiewet 1989 geen rekening heeft gehouden met de gebeurtenissen in de periode 1980 tot 1985 die eveneens onderdeel zouden zijn van bedoelde veranderingsprocessen. Dan gaan we over naar de toetsing van de wet van 5 april 2012. Aan de grondwet, aan het internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten en aan het Amerikaans verdrag inzake de rechten van de mens. Overwegingen bij de toetsing. Het Hof acht het van belang om bij de toetsing van de wet van 5 april 2012 houdende wijziging van de Amnestiewet 1989 aan de grondwet, het internationaal verdrag inzake burger- en politieke rechten en het Amerikaans verdrag inzake de rechten van de mens eveneens het volgende mee in overweging te nemen. Gelet op de inhoud van de wet van 5 april 2012 houdende wijziging van de Amnestiewet van 1989 in relatie tot de overige niet gewijzigde bepalingen van de Amnestiewet van 1989 kan vernoemde wijziging van de Amnestiewet niet zelfstandig aan de toetsing worden onderworpen. De wijziging van de Amnestiewet 1989, waarvan de bepalingen een geïntegreerd onderdeel van de Amnestiewet 1989 uitmaken, zal in haar geheel met de overige, niet gewijzigde bepalingen van de Amnestiewet 1989, althans in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de restgevolgen van de amnestieverlening, aan de toetsing worden onderworpen. De aard van de amnestie. Amnestie kan worden omschreven als een algemene verklaring, een wet, krachtens welke opgeheven worden alle strafrechtelijke gevolgen van een zeker delict of een zekere groep van delicten, ten behoeve van allen, veroordeelden en nog niet veroordeelden, vervolgden en nog niet vervolgden, bekenden en onbekenden. Een eveneens brede omschrijving wordt aan het begrip amnestie gegeven, als een extraordinary legal measure whose primary function is to remove the prospect and consequences of criminal liability for designated individuals or classes of persons in respect of designated types of offenses, irrespective of whether the persons concerned have been trialed for such offenses in a court of law. Deze brede omschrijving impliceert dat amnestie een buitengewone juridische maatregel is waarvan de voornaamste functie het wegnemen van het vooruitzicht en de gevolgen van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor aangewezen personen of groepen van personen met betrekking tot aangewezen soorten strafbare feiten is, ongeacht of de betrokkenen voor die aangewezen feiten zijn berecht. Voorts kan amnestie worden aangemerkt als een ontbindende voorwaarde van het recht tot straffen, een omstandigheid die een reeds bestaand recht opheft of doet vervallen. Amnestieverlening leidt namelijk tot straffeloosheid en het vermijden van verantwoordelijkheid. De Verenigde Naties heeft een duidelijk standpunt ingenomen over amnestieverlening en in resolutie 1647 stelt zij ten aanzien hiervan dat
Ending impunity is essential if a society in conflict or recovering from conflict is to come to terms with past abuses committed against civilians affected by armed conflict and to prevent future such abuses. De Verenigde Naties geeft hiermee aan dat vervolging en dus het brengen van rechtvaardigheid essentieel zijn voor de opbouw van een naoorlogse maatschappij. Het Hof neemt ook mee in haar overweging dat het verlenen van amnestie in oude grondwetten van Nederland steeds is toegestaan. De amnestie werd toen bij of grachtens wet verleend. Zo werd amnestie verleend in de jaren 1798, 1801 en 1802 voor misdaden uit verschil in staatkundige gevoelens voortgekomen. Na de oorlog is in Nederlands-Indië voor politieke delicten eveneens amnestie verleend. Buitenlandse politiek-maatschappelijke overwegingen hebben veelal te maken met het beëindigen van een oorlog en de wens om militairen die in de strijd bepaalde misdrijven hebben gepleegd te vrijwaren van strafvervolging. Vermelde amnestie-ordonnantie van 3 november 1949 is hier een voorbeeld van. Het Hof overweegt dat amnestie eveneens een omstreden begrip is, vooral vanuit de internationale rechtsorde. Nu zij vanuit verschillende uitgangspunten kan worden gebruikt, namelijk vrede of juist rechtvaardigheid. Aan de ene kant wordt uitgegaan dat het verlenen van amnestie afdoet aan rechtvaardigheid. Anderzijds kan amnestie worden gebruikt om vijandige partijen in een conflict bij elkaar te brengen en om het vredesproces aan te sporen of te versnellen. Het kan als aanmoediging fungeren om de wapens neer te leggen in ruil voor het uitblijven van rechtsvervolging voor de gepleegde criminele daden tijdens het conflict. In de zaak Almanocid Arellano versus Chili overwoog het Inter-Amerikaanse Hof dat de Verenigde Naties consequent oordeelt dat amnestie niet kan worden verleend ten aanzien van internationale strafbare feiten zoals mensenrechten schendingen of schendingen van mensenrechten verdragen. De bevoegdheid van de wetgever in verhouding tot artikel 131 van de grondwet. Het juridisch karakter van de grondwet is normerend van aard. Grondwetten kunnen richtlijnen geven ter realisering van diverse doeleinden, zoals het politiek beleid, programma van ontwikkeling en stellen daarbij normen vast. Grondwetten zijn in beginsel dan ook juridisch-politieke documenten. Volgens de daarin geregelde procedures kunnen opvattingen over het algemeen belang worden omgezet in algemeen geldende rechtsnormen, mits dit geschiet met inachtneming van kaders die minderheden en fundamentele vrijheden beschermen. Amnestie is een principieel politiek-maatschappelijke kwestie. De beleidsmakers in casu, de wetgever, zullen inzichten moeten hebben in de maatregelen waarmee partijen genoegen zullen nemen om een einde aan de strijd te maken. Daarnaast zullen de beleidsmakers rekening moeten houden met de gevoelens van het volk en de inzichten van relevante organisaties ter zake. Dat het primaat van de amnestieverlening bij de formele wetgever ligt, vindt zijn grondslag in artikel 72 van de grondwet. In gevolge artikel 72 onder G grondwet kan amnestie slechts bij wet worden verleend. Verder procedurele of materiële eisen stelt de grondwet niet. Het ligt aan de wetgever in formele zin om aan die bevoegdheid vorm en inhoud te geven binnen haar constitutionele mogelijkheden en begrenzingen. In artikel 72 onder G van de grondwet zijn de onderwerpen aangegeven die voor zover daarover een regeling wordt getroffen, deze bij wet dienen te geschieden. Het Hof vindt daarom steun voor de legitimiteit van de amnestieverlening. Nu in artikel 72 onder G grondwet daartoe aan de formele wetgever de bevoegdheid wordt verleend. Echter is het Hof van oordeel dat zij tevens benadrukt de gespannen verhouding tussen voornoemde bevoegdheid van de wetgever en het bepaalde in artikel 131 lid 3 grondwet dat elke inmenging in zaken de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangen verbiedt. Amnestieverlening is namelijk bij uitstek een aangelegenheid welke haaks kan staan met het in artikel 131 lid 3 beschermde belang. De grondwet geeft verder overigens geen verduidelijking hierover met betrekking tot de aan de wetgever gegeven bevoegdheid tot amnestieverlening,
de inhoud en reikwijdte en de samenhang met vermelde inmenging. De huidige grondwet van 1987 heeft geen memorie van toelichting die enig licht kan doen schijnen op deze materie en hoe het Hof beide artikelen in de grondwet moet interpreteren. Ook de grondwet van 1975, die een soortgelijke bepaling heeft, geeft geen toelichting op wat daarin wordt bedoeld met inmenging en de samenhang met amnestie. Het Hof neemt mee in overweging dat in het algemeen bij het afkondigen van de amnestiewet daarmee geen strijdigheid behoeft te bestaan met artikel 131 lid 3 van de grondwet. Zowel artikel 72 onder G als artikel 131 lid 3 grondwet zijn grondwettelijke bepalingen aan welke niet een zekere rangorde kan worden toebedeeld. Het Hof zal zich in deze dan ook laten leiden door de regels van het internationaal recht. Het Hof is van oordeel dat toepassing van artikel 72 onder G van de grondwet tegen het licht moet worden gehouden van de in dezelfde grondwet geregelde grondrechten en van de internationale verplichtingen van de staat Suriname tot waarborging en verzekering van mensenrechten, zulks voortvloeiende uit internationale mensenrechtenverdragen waarbij Suriname partij is. In het bijzonder het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, als ook het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens. Eveneens is het van belang mede in ogenschouw te nemen het verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht en de artikelen 105 en 106 van de grondwet. Op de wetgever rust aldus eveneens de taak tot waarborging van vermelde grond- en mensenrechten, nu deze fundamentele rechten onderdeel zijn van onze constitutionele orde. Hetgeen eveneens inhoudt dat door de wetgever bij de uitoefening van haar wetgevende taak in elke stand van de procedure deze rechten steeds voor ogen moeten worden gehouden en moeten worden gewaarborgd. In dit verband wordt eveneens verwezen naar de memorie van toelichting van de Wet Constitutioneel Hof, die ten aanzien van de doelstelling van het Hof het volgende stelt. Ter waarborging van de naleving van de grondwet, voornamelijk van de daarin verankerde grondrechten, niet alleen ten aanzien van het bestuur, maar ook ten aanzien van de wetgever zelf. De gebondenheid aan verdragsbepalingen en de rechtstreekse werking van mensenrechtenverdragen. Het bepaalde in de artikelen 26 en 27 van het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht, regelende de gebondenheid van verdragspartijen aan het verdrag en het verbod dat een partij zich niet mag beroepen op de bepalingen van nationaal recht om het niet ten uitvoer te leggen van een verdrag te rechtvaardigen, als ook het bepaalde in de artikelen 105 en 106 van de grondwet, betreffende de verbindende kracht van ieder verbindende bepalingen van verdragen en de doorwerking van het internationaal recht in het nationaal recht, ter zake die ieder verbindende bepalingen, benadrukken de verhouding tussen deze twee rechtssferen. Het voorgaande wordt benadrukt in verband met de voor de onderhavige toetsing van belangzijnde mensenrechtenverdragen, waarbij Suriname partij is, met name het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, als ook het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens. Ook in zaken bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens is het Hof gebleken dat het internationaal recht boven het nationaal recht voorrang heeft. Verwijzen hierbij naar de vonnissen van Moiwana tegen de staat Suriname, als ook de zaak Alobutu tegen de staat Suriname. Het Hof is van oordeel dat lidstaten van het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens gehouden zijn aan hun internationale verplichtingen voortvloeiende uit dit verdrag. Het Hof neemt verder in haar overweging mee dat artikel 26 van het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht uitgaat van de pacta sunt servanda gedachte. Wat wil zeggen, elk in werking getreden verdrag partijen verbindt en moet dit door hen de goede trouw ten uitvoer worden gelegd. Suriname heeft het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht op 31 januari 1991 geratificeerd
en heeft zij dus gecommitteerd aan de verdragsbepalingen. Artikel 27 van het Verdrag van Wenen stelt hierop eveneens: een partij mag zich niet beroepen op de bepalingen van zijn nationale recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen. Het voorgaande sluit aan bij de bepaling van artikel 106 van de Grondwet, regelende de rangorde van het internationaal recht ten opzichte van het nationaal recht ten aanzien van ieder verbindende bepalingen van verdragen, de zogenoemde voorrangsregel. Artikel 106 van de Grondwet luidt als volgt: dat binnen de Republiek Suriname geldende wettelijke voorschriften geen toepassing vinden wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepaling van overeenkomsten die hetzij voor, hetzij na de totstandkoming van de voorschriften zijn aangegaan. Dit artikel verduidelijkt de mogelijkheid om bij de rechter een beroep te doen op een ieder verbindende bepaling van internationaal recht, althans als deze als een zelfstandige rechtsnorm kan functioneren, met het argument dat nationale regelgeving de doorwerking hiervan niet goed regelt. Een ieder verbindende bepalingen zijn bepalingen die verbindende kracht hebben jegens burgers, maar staan ook boven de grondwet en lagere wetgeving. In de doctrine en rechtspraak wordt dan ook gesproken van rechtstreeks werkend. De vraag in hoeverre een verdragsbepaling rechtstreekse werking toekomt in de zin van de artikelen 105 en 106 van de grondwet, wordt deze door de Hoge Raad in het rookverbodarrest beantwoord door uitleg daarvan aan de hand van de maatstaven van de artikelen 31 tot 33 van het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht van 23 mei 1969. Suriname heeft verschillende verdragen op het gebied van mensenrechten geratificeerd. Deze verdragen zijn onder meer, wat al eerder is aangehaald, het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, als ook het Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens. Daarnaast is Suriname lid van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Suriname is aldus gebonden aan de Amerikaanse Declaratie van de Rechten en de Plichten van de Mens. Als gevolg van de ratificatie van de verdragen, waarvan bepalingen deel uitmaken, rust de rechtsplicht op de staat om, voor zover deze bepalingen rechtstreekse werking hebben, die werking te eerbiedigen. Het algemeen uitgangspunt in het internationaal recht is dat amnestie in strijd is met de Grondwet van Staten, omdat in de Grondwet de waarborgen zijn vastgelegd voor mensenrechten schendingen, zoals het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht op een eerlijk proces. Strafbare feiten onder het internationaal recht, zoals marteling, inbreuken op mensenrechten en gedwongen verdwijningen, zijn thans dan ook verboden gesteld in verdragen. Immers houdt het Inter-Amerikaanse Hof staten wel verantwoordelijk voor schendingen van mensenrechten, ook al zijn de schendingen voor de toetreding tot het verdrag gepleegd en blijkt dat deze alsnog voortduren na de toetreding. Staten hebben de verplichting om zaken te onderzoeken, te vervolgen en de daders van mensenrechten schendingen te berechten. Het Inter-Amerikaanse Hof is tot dezelfde uitspraak gekomen in de zaak Jenny Lacoya versus Nicaragua. In deze uitspraak geeft dit hof aan dat het een internationale verplichting is van de staat om gelijke juridische bescherming te bieden bij mensenrechten schendingen, als ook de plicht om wettelijke regels uit te vaardigen in relatie tot de verplichting dat de rechten, genoemd in de artikelen 2, 8, 24 en 25 van het algemeen het Amerikaans verdrag van in zaken de rechten van de mens, worden gerespecteerd en nageleefd. Het Hof is van oordeel dat Suriname als lidstaat gebonden is aan de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de mens. Voorts neemt het Hof mee in haar overweging dat voor het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens artikel 28 van het Verdrag van Wenen in zaken het verdragenrecht niet van toepassing is op de toetsing van de amnestiewet van 5 april 2012, houdend de wijziging van de wet van 19 augustus 1992. Dat gaat dus om de niet terugwerkende kracht van verdragen. De artikelen, wij gaan dus nu over tot de toetsing van de artikelen. De artikelen 131, 8, 10, 14 grondwet. De artikelen 2 en 14 van het internationaal verdrag
in zaken burger- en politieke rechten en de artikelen 1, 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens. Artikel 131 van de Grondwet. Er wordt in Suriname recht gesproken in naam van de Republiek. Geen feit is strafbaar dan op grond van een daaraan voorafgaande wettelijke bepaling. Elke inmenging in zaken de opsporing en vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig is verboden. Artikel 131 lid 1 van de Grondwet benadrukt de eenheid van de rechtspraak in Suriname en geeft impliciet een waarborging voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht die verantwoordelijk is voor de rechtspraak in Suriname. Artikel 131 lid 2 Grondwet geeft eveneens uitdrukking aan het legaliteitsbeginsel, welke ten grondslag ligt aan het strafrecht, welk beginsel eveneens in gelijke bewoordingen in artikel 1 van het wetboek van strafrecht is neergelegd. Dit beginsel, ook wel genoemd nullum crimen, nulla poena sine legi, verwijst eveneens naar artikel 15 lid 1 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, als ook naar artikel 19 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens en verwoordt in het kort dat alleen de wet bepaalt wat strafbaar is en dat alleen de wet bepaalt welke straffen of maatregelen in welke gevallen kunnen worden opgelegd. Elke inmenging in zaken de opsporing en vervolging en in zaken bij de rechter aanhangen is verboden. Artikel 131 lid 3 verwoordt en verankert de onafhankelijke positie die de rechterlijke macht inneemt in het staatsbestel, als uitvloeisel van het rechtsstatelijke beginsel van de scheiding der machten. Met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt beoogd dat de rechter zich slechts dient te richten naar de wet en geen instructies heeft te ontvangen van enig ander overheidsorgaan. In het licht van een eerlijke en onpartijdige procesgang bij de rechterlijke macht is die onafhankelijke positie van de rechterlijke macht een noodzakelijke voorwaarde. In dit verband wordt eveneens verwezen naar soortgelijke constitutionele regelingen in artikel 112 van de thans niet meer van toepassing zijnde staatsregeling van Suriname en de grondwet van 1975, waarin de tussenkomst in rechtszaken en elke inmenging in rechtszaken verboden zijn. In tegenstelling tot de staatsregeling en de grondwet van 1975 is het verbod op inmenging in artikel 131 lid 3 grondwet nu niet alleen gericht op rechtszaken of zaken bij de rechter aanhangen, maar ook in zaken de opsporing rakende. Dat het verbod op inmenging in artikel 131 lid 3 grondwet mede betrekking heeft op de opsporing van strafbare feiten, waarbij het Openbaar Ministerie eveneens wordt gerekend tot de rechterlijke macht. Dit verbod op inmenging in artikel 131 lid 3 van de grondwet staat volgens het Hof niet op zichzelf, maar heeft wat de gevolgen betreft eveneens betrekking op het recht op toegang tot de rechter en het recht op een eerlijke en onpartijdige procesvoering bij de rechter, zoals vervat in artikel 10 van de grondwet, artikel 14 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten en de artikelen 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze grond- en mensenrechtenbepalingen hebben evenals artikel 131 lid 3 grondwet tot doel het garanderen van een optimale rechtsbescherming van de burgers. Volgens het Hof rechtvaardigt het voorgaande het belang eerst de vraag beantwoord te krijgen welke betekenis aan het verbod op inmenging in artikel 131 lid 3 van de grondwet moet worden toegekend en hoe dit verbod op inmenging zich, welke gericht is op zaken bij de rechterlijke macht, zich verhoudt tot de bevoegdheden van de andere staatsmachten, namelijk de wetgevende en de uitvoerende macht. Elke inmenging impliceert dan ook elke handeling of nalaten die gericht is op enige beïnvloeding van het rechtsproces. Dit verbod op beïnvloeding is ook niet beperkt tot een bepaalde fase van het rechtsproces of een bepaald type rechtsproces. Het verbod in artikel 131 lid 3 grondwet beperkt zich niet tot inmenging in zaken die reeds bij de rechter aanhangig zijn, maar heeft voor zover het betreft strafrechtelijke onderzoeken ook betrekking op zaken die zich nog in de fase van de opsporing bevinden.
Nu de grondwet in artikel 131 lid 3 spreekt van elke inmenging, is de vraag die volgens het Hof eveneens beantwoord dient te worden, of elke vorm van beïnvloeding van een rechtsproces onder dit verbod valt. Taalkundig valt zelf de geringste vorm van beïnvloeding reeds onder dit verbod. Ook die welke mogelijk juist faciliterend is in de waarborging van het in artikel 131 lid 3 grondwet beschermd belang. Een verboden inmenging is volgens het Hof een op een rechtsproces gerichte beïnvloeding van het in artikel 131 lid 3 grondwet beschermde belang, waarbij de optimale rechtsbescherming aan de burgers wordt geschonden. Bij deze toetsing is het van belang eveneens de vraag te beantwoorden tot wie, CQ, tot welke instanties het verbod op inmenging is gericht. In het bijzonder of dit verbod eveneens is gericht tot de wetgever, nu het onderhavige geval betreft een wet in formele zin. Het Hof is van oordeel dat met de textuele bewoording elke inmenging reeds impliciet tot uitdrukking wordt gebracht dat geen onderscheid wordt gemaakt met betrekking tot wie het verbod is gericht. Elke inmenging is elke beïnvloeding door wie dan ook. Benadrukt dient te worden dat dit verbod, die een uitdrukking is van de bescherming van de onafhankelijke positie die aan de rechterlijke macht toebedeeld is geworden, zulks als uitvloeisel van het rechtsstatelijk beginsel van de scheiding der machten, waarborgen zijn voor een onpartijdige en eerlijke rechtsprocesvoering en aldus geen ander doel voor ogen heeft dan de waarborging van een optimale rechtsbescherming voor ieder. Het voorgaande is een onmisbaar element voor de rechtsstatelijkheid. Voor de waarborging van die rechtsbescherming is het recht van een ieder op gelijke toegang tot de rechter, de onpartijdige opstelling van de met rechtspraak belaste rechtsinstituties in rechtsprocessen en een eerlijke procesvoering van fundamenteel belang. Het voorgaande rechtvaardigt eveneens de bevinding van het Hof dat het staatsrechtelijk verbod op inmenging in artikel 131 lid 3 grondwet gericht is tot alle staatsmachten, dus ook tot de wetgever, om te interveneren, nu ook middels algemene normstelling de procedure, zeker de uitkomst van een rechtsproces, kan worden beïnvloed, zoals gesteld door het Europese Hof van de Rechten van de Mens. De artikelen 8 en 14 van de grondwet. Artikel 8. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden. In artikel 8 lid 1 van de grondwet wordt tot uitdrukking gebracht het gelijkheidsbeginsel. Hetgeen inhoudt dat in gelijke gevallen gelijke bescherming van personen en goederen moet plaatsvinden. In artikel 8 lid 2 van de grondwet is een nadere uitwerking gegeven van het in lid 1 neergelegde gelijkheidsbeginsel, zoals het verbod op discriminatie, op welke grond dan ook, zoals geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status. Bij de beoordeling van de onverenigbaarheid van de inhoud van de wet van 5 april met artikel 8 van de grondwet wordt ook betrokken het eveneens ter bescherming van voornoemd belang, het bepaalde in artikel 26 van het internationaal verdrag inzake de burger- en politieke rechten, welke als volgt luidt. All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Eveneens wordt in aanzien van het in artikel 8 grondwet beschermde belang verwezen naar artikel 24 van het Amerikaanse verdrag inzake de rechten van de mens, welke als volgt luidt:
All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without discrimination, to equal protection of the law. In the General Comments nummer 18/37 van de Human Rights Committee wordt het volgende benadrukt. Article 26. Not only entities, all persons to... Article 26 not only entitles all persons to equality before the law as well as equal protection of the law, but also prohibits any discrimination under the law and guarantees to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. In artikel 8 grondwet, evenals in de artikelen 26 van het internationaal verdrag burger en politieke rechten en artikel 24 van het Amerikaanse verdrag in zaken de rechten van de mens, is dan ook de norm gelegen ten aanzien van de toepassing van wettelijke regelingen, alsmede ten aanzien van de inhoud van die wettelijke regelingen. Het voorgaande houdt in dat de wet voor een ieder gelijk moet worden toegepast en dat de wet aan een ieder gelijke bescherming moet bieden en aldus dat in de wet geen plaats mag zijn voor een ongerechtvaardigd onderscheid. De vraag die in het kader van de toetsing aan artikel 8 grondwet beantwoord dient te worden is of de inhoud van de wijziging van de wet van 5 april 2012, houdende wijziging van de Amnestiewet 1989, enig onderscheid maakt en of voor dat onderscheid een rechtvaardiging kan worden gevonden. Het onderscheid die de wet van 5 april 2012 houdende wijziging van de Amnestiewet 1989 maakt, is in zoverre aanwezig nu de amnestieverlening alleen van toepassing is op degenen die worden verdacht van misdrijven gepleegd in verband met de gebeurtenissen in december 1982 of die in het tijdvak van 1 april 1980 en 20 augustus 1992 één strafbare feiten hebben begaan en of daarvoor worden verdacht en of zijn gedagvaard in het kader van verdediging van de staat en of omverwerping van het wettig gezag. 2. Die in het kader van het conflict in het binnenland en of de gebeurtenissen in december 1982 in de periode van 1 april 1980 tot 20 augustus 1992 strafbare feiten hebben begaan. En 3. Als verdachte aangemerkt en als zodanig zijn gedagvaard in verband met feiten gepleegd op 7, 8 en of 9 december 1982, zoals omschreven in de dagvaarding in verband met de artikelen 347, 348, 349, CQ artikel 72 lid 2 en artikel 360 en volgende van het wetboek van strafrecht. En dat zijn dus de artikelen die dus strafbaar zijn gesteld bij misdrijven tegen het leven gericht. Gelet op het hierboven gestelde, kan er vanuit de wet van 5 april 2012, houdende wijziging van de Amnestiewet 1989, in zoverre worden afgeleid dat ten aanzien van overige verdachten van andere misdrijven deze geen gelijke voorziening of aanspraak maken op de amnestieverlening. Artikel 14. Een ieder heeft het recht op leven. Dit recht wordt beschermd door de wet. Dit recht op leven is een fundamenteel recht en staat hoog in een mogelijke hiërarchie van grondrechten. Dat fundamentele karakter blijkt ook uit het feit dat het recht op leven een voorwaarde vormt voor het bestaan van de drager van andere grondrechten. Artikel 14 grondwet geeft, in relatie tot de identieke artikelen 6 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten en artikel 6 van het Amerikaanse verdrag van de rechten van de mens, uitdrukking aan de bescherming van het tegen willekeurige ontneming van het recht op leven, maar geeft tegelijkertijd eveneens uitdrukking dat aan de waarde van het leven in het algemeen steeds haar bescherming moet worden gegeven. De tweede volzin van artikel 14 van de grondwet benadrukt in dat kader daarom de positieve verplichting van de staat tot effectieve bescherming van dit recht bij wet.
Hoewel deze bescherming een prerogatief is van de wetgever, zal die bescherming zich ook moeten uitstrekken tot voorzieningen die in geval van schending van dat recht voor de nodige correcties zouden moeten zorgen. De voorzieningen in de onderhavige wet draagt daar niet aan bij, nu juist die mogelijkheden worden teniet gedaan. Het Mensenrechtencomité van het Internationaal Verdrag in zaken burger- en politieke rechten, verder te noemen het Mensenrechtencomité, heeft in haar General Comment nummer 36 van 30 oktober 2018, paragraaf 27, ten aanzien van immuniteiten en amnestieën in het kader van artikel 6 van het Internationaal Verdrag in zaken burger- en politieke rechten, het recht op leven in relatie tot artikel 14 van het vermeld verdrag, betreffende het recht op toegang tot de rechter en het recht om gehoord te worden en het recht op een eerlijk proces, dan ook het volgende gesteld. Immuniteiten en amnestieën verleent aan daders van moord en doodslag en aan hun superieuren en vergelijkbare maatregelen die leiden tot feitelijke of juridische straffeloosheid zijn in de regel onverenigbaar met de verplichting om het recht op leven te respecteren en te waarborgen en om slachtoffers een effectief rechtsmiddel te bieden. Het Hof acht de wijziging van de Amnestiewet 1989, gelet op haar beoogde doelstelling en de daaraan verbonden rechtsgevolgen, dan ook onverenigbaar met de bescherming van het aan artikel 14 grondwet ten grondslag liggend belang, nu dat belang door de gegeven voorzieningen van amnestieverlening wordt teniet gedaan. Artikel 10 grondwet, artikel 2 en 14 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten en artikel 1, 8 en 25 van het Amerikaanse verdrag van de rechten van de mens. Artikel 10 van de grondwet. Een ieder heeft bij aantasting van zijn rechten en vrijheden aanspraak op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klacht binnen redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. De artikelen 2 en 14 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten luiden als volgt. Artikel 2. Iedere staat die partij is bij dit verdrag, verbindt zich de in dit verdrag erkende rechten te eerbiedigen en deze aan een ieder die binnen zijn grondgebied verblijft en aan zijn rechtsmacht is onderworpen te verzekeren, zonder onderscheid van welke aard ook, zonder ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere omstandigheid. Artikel 14 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten. Allen zijn gelijk voor de rechter en de rechterlijke instantie. Bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging of het instellen van zijn burgerlijke rechten en plichten in een rechtsgeding, heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling door de bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige bij de wet ingestelde rechterlijke instantie. De artikelen 1, 8 en 25 van het Amerikaanse verdrag van de rechten van de mens luidt als volgt, artikel 1. De staten die partij zijn bij dit verdrag verbinden zich de hierin erkende rechten en vrijheden te eerbiedigen en een ieder die onderworpen is aan hun rechtsmacht het vrije en volledige genot van deze rechten en vrijheden te garanderen zonder enige discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, economische status, geboorte of enige andere maatschappelijke omstandigheid. Artikel 8. Een ieder heeft recht ter staving van de gegrondheid van elke tegen hem ingebrachte beschuldiging van strafrechtelijke aard of ter vaststelling van zijn rechten en verplichtingen van burgerrechtelijke, arbeidsrechtelijke, fiscale of enige andere rechten op behandeling van zijn zaak, met deugdelijke waarborgen en binnen een redelijke termijn door een bevoegde onafhankelijke en onpartijdige rechtelijke instantie die eerder bij wet is ingesteld. Artikel 25. Een ieder heeft recht op eenvoudige en onmiddellijke toegang op elke andere effectieve toegang tot een bevoegd gerecht of rechtelijke instantie ter bescherming tegen daden die door de grondwet of wetten
van de betrokken staat of dit verdrag erkende fundamentele rechten schenden. Ook al is een dergelijke schending begaan door personen handelende in de uitoefening van hun officiële taken. Het Hof is van oordeel dat de artikelen 10 grondwet, 14 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten en 8 en 25 van het Amerikaans verdrag in zaken de rechten van de mens betrekking hebben op de bescherming van een ieders recht op een eerlijk proces door een onafhankelijke en onpartijdige rechter en eveneens het recht op toegang tot de rechter bij aantasting van hun rechten en vrijheden regelt. De procesrechtelijke garanties en de beschikbaarheid van rechtsmiddelen, zoals gewaarborgd in vernoemde artikelen van de grondwet en vermelde verdragen, zijn de fundamentele randvoorwaarden voor de waarborging van een optimale rechtsbescherming van elke burger, die eveneens een fundamenteel element is van de rechtsstaat. In samenhang met deze en overige verdragsbepaling leggen de artikelen 1 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens en 2 van het Internationaal Verdrag in zaken de burger- en politieke rechten de verplichting aan de verdragsstaten op. Tot eerbiediging en het garanderen van vernoemde rechten. De wijziging van de Amnestiewet 1989, die een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van de Amnestiewet 1989, is gericht op de beëindiging van elke vorm van strafvordering en de uitvoering van de opgelegde straf ten aanzien van de daarin genoemde strafbare feiten die zijn gepleegd in de daarin genoemde periode. Het betreft de strafbare feiten specifiek in de artikelen 347, 348, 349, CQ artikel 72 lid 2 en artikel 360 en volgende van het wetboek van strafrecht, gepleegd op 7, 8 en 9 december 1982. Dat zijn dus de artikelen die gaan over moord, gekwalificeerde doodslag, zware mishandeling, de poging daartoe als ook de uitlokking. Het voorgaande houdt in dat slachtoffers en nabestaanden, alsmede de verdachten van vernoemde misdrijven, hun recht op rechtsbescherming wordt aangetast. Nu zij vanwege de werking van de wijziging van de Amnestiewet 1989, zoals verwoord in artikel 3 van vernoemde wet, geen effectief rechtsmiddel meer kunnen aanwenden, althans worden weerhouden daarvan gebruik te maken. Eveneens heeft de staat haar internationale verplichting tot het garanderen van het vrije en volledige genot van deze rechten en vrijheden niet verwezenlijkt, nu zij juist de uitoefening van deze rechten door binnen haar rechtsmacht vallende burgers middels eigen wetgeving heeft beknot. Als wij nu kijken naar de jurisprudentie van het Mensenrechtencomité van het Internationaal Verdrag in zaken burger- en politieke rechten en het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens, de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens met betrekking tot amnestieverleningen in de Amerika's. Zowel het Mensenrechtencomité, de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, als het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens hebben zich in duidelijke bewoordingen over amnestieverlening en in dat kader de toepassing van de artikelen 14 van het Internationaal Verdrag in zaken burger- en politieke rechten, als ook artikel 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens, in relatie tot de artikelen 2 en 6 en de artikelen 1 en 4 van vermelde verdragen, uitgelaten. Het Internationaal Verdrag in zaken burger- en politieke rechten, als ook het Amerikaans Verdrag in zaken de Rechten van de Mens, vormen mede gelet op het bepaalde in de artikelen 105 en 106 grondwet, onderdeel van de Surinaamse constitutionele rechtsorde en zullen gelet daarop de gedane uitspraken door het Internationale Hof voor de Rechten van de Mens alsmede de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en het Mensenrechtencomité ingenomen standpunten in soortgelijke gevallen als het onderhavige, mede als leidraad dienen voor het Hof.
Het Hof neemt het volgende mee overweging. General Comment nummer 36 van 30 oktober 2018 van het Mensenrechtencomité heeft ten aanzien van artikel 14 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten betreffende het recht op toegang tot de rechter en het recht om gehoord te worden en het recht op een eerlijk proces in relatie tot het recht op leven, artikel 6 van vermeld verdrag, opgemerkt dat immuniteiten en amnestieën verleend aan daders van moord en doodslag en aan hun superieuren en vergelijkbare maatregelen die leiden tot feitelijke of juridische straffeloosheid in de regel onverenigbaar met de verplichting om het recht op leven te respecteren en te waarborgen en om slachtoffers een effectief rechtsmiddel te bieden. In dit kader is het eveneens van belang de General Comment nummer 31 nummer 80 van 29 maart 2004 in verband met artikel 2 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, waarin het Mensenrechtencomité heeft gesteld dat accordingly, where public officials or state agents have committed violations of the covenant rights referred to in this paragraph, the state's parties concerned may not relieve perpetrators from personal responsibility, as has occurred with certain amnesties and prior legal immunities and indemnities. Verder is ook van belang de General Comment 20 van 10 maart 1992. Amnesties are generally incompatible with the duty of states to investigate such acts, to guarantee freedom from such acts within their jurisdiction, and to ensure that they do not occur in the future. States may not deprive individuals of the right to an effective remedy, including compensation and full rehabilitation, as may be possible. Het Mensenrechtencomité van het Internationaal Verdrag in Zaken Burger- en Politieke Rechten onderschrijft eveneens de door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens ingenomen standpunten en gedane uitspraken met betrekking tot amnestiewetten. In de General Comments nummer 36 is door het Mensenrechtencomité verwezen naar de uitspraken gedaan door het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, waarin is geoordeeld omtrent amnestiewetten in het bijzonder, waar is verwezen naar de uitspraak van dit hof in de zaak van Barrios Altos tegen Peru, ten aanzien van de Barrios Altos gebeurtenis in Peru en de daarop gevolgde amnestieverlening ten aanzien van de daders. Het voorgaande benadrukt het standpunt van het Mensenrechtencomité van de strijdigheid van amnestieverlening met betrekking tot het recht op toegang tot de rechter en het recht op een eerlijk proces, ook van de slachtoffers en nabestaanden, zoals is gewaarborgd in artikel 14 van het internationaal verdrag in zaken burger- en politieke rechten, alsmede met de verplichtingen van de staat tot waarborging van genoemde rechten, nu amnestieverlening de uitoefening van deze rechten illusoir maakt. In de zaak Mendoza versus Uruguay van 2 oktober 1992 heeft de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens ten aanzien van een door slachtoffers en nabestaanden door deze commissie ingestelde verzoek de strijdigheid van de Uruguayaanse amnestiewet met het recht op een eerlijk proces zoals vervat in artikel 1, artikel 8 lid 1 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens geconcludeerd. Nu voornoemde amnestiewet tot gevolg heeft het verhinderen van slachtoffers of hun rechtsopvolgers de uitoefening van het recht om deel te nemen aan het strafproces. De IACAR heeft in de zaak Parada versus El Salvador van 16 april 1999, ten aanzien van door slachtoffers ingesteld verzoek, eveneens geconcludeerd dat door de algemene amnestiewet te bekrachtigen, heeft de Salvadoriaanse staat in strijd gehandeld met het recht op een eerlijk proces, zoals gewaarborgd is in artikel 8, lid 1 van het verdrag, ten nadele van de overlevende slachtoffers. De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens heeft ten aanzien van artikel 25 van het Amerikaanse Verdrag in zaken de rechten van de mens in de zaak Carmelo versus Chili van 19 november 1999 aangegeven
dat het nalaten van de vervolging van ernstige strafbare feiten een schending inhouden van het recht van slachtoffers en nabestaanden op een effectief rechtsmiddel. Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens heeft met betrekking tot artikel 1, dat is de staatsverplichting tot het eerbiedigen en garanderen van de rechten en vrijheden in het verdrag, en de artikelen 8 en 25 van het Amerikaanse Verdrag van de Rechten van de Mens, duidelijke standpunten ingenomen. In de zaak Velasquez-Rodriguez versus Honduras heeft dit Hof ten aanzien van artikel 1 van het Amerikaanse Verdrag van de Rechten van de Mens gesteld dat de uitoefening van staatsmacht, en dat is dus wetgeving, bestuur en rechtspraak, onderhevig is aan beperkingen aan mensenrechten vanwege haar intrinsieke eigenschappen van de menselijke waardigheid, en dat staten verplicht zijn het vrije en volledige genot van rechten en vrijheden, zoals bedoeld in vermeld verdrag, te garanderen, wat volgens het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens inhoudt dat staten strafbare feiten moeten voorkomen, onderzoeken en elke schending van rechten erkend door vermeld verdrag moeten bestraffen en indien mogelijk moeten proberen deze schending van rechten te herstellen door onder meer compensatie te geven voor schade geleden ten gevolge van de schending. Verder is in deze zaak bepaald: according to Article 1, Section 1, any exercise of public power that violates the rights recognized by the Convention is illegal. Whatever a state organ, official, or public entity violates one of those rights, this constitutes a failure of the duty to respect the rights and freedoms set forth in the Convention. In the zaak Barrios Altos versus Peru van 14 maart 2001, en eveneens in de zaak Almanocet Arellano versus Chili van 26 september 2006 heeft het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de artikelen 8 lid 1 en 25 in relatie tot de artikelen 1 leden 1 en 2, dat zijn de algemene verplichtingen van de verdragsstaten van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens, overwogen dat: it should be emphasized that in the light of the general obligations established in Articles 1, Section 1 and 2 of the American Convention, the states' parties are obliged to take all measures to ensure that no one is deprived of judicial protection and the exercise of the right to a simple and effective recourse in the terms of the Articles 8 and 25 of the Convention. Consequently, states parties to the convention which adopt laws that have the opposite effect, such as self-amnesty laws, violates Articles 8 and 25 in relation to the Articles 1, Section 1 and 2 of the convention. Self-amnesty laws lead to the defenselessness of victims and perpetuate impunity. Therefore, they are manifestly incompatible with the aims and spirit of the convention. This type of law precludes the identification of the individuals who are responsible for human rights violations because it obstructs the investigation and access to justice and prevents the victims and their next kin from knowing the truth and receiving the corresponding reparation. Voorts in de zaak Barrios Altos als volgt beslist: that all amnesty provisions on prescription and the establishment of measures designed to eliminate responsibility are inadmissible because they are intended to prevent the investigation and punishment of those responsible for serious human rights violations such as torture, extrajudicial, summary or arbitrary execution, and forced disappearance. All of them prohibited because they violate non-derogable rights recognized by international human rights law. That the amnesty laws adopted by Peru prevented the victim's next of kin and the surviving victims in this case from being heard by a judge, as established in Article 1, Section 1 of the Convention. They violated the right to judicial protection embodied in Article 25 of the Convention. They prevented the investigation, capture, prosecution,
and conviction of those responsible for the events that occurred in Barrios Altos, thus failing to comply with Article 1, Section 1 of the Convention, and they obstructed clarification of the facts of this case. Finally, the adoption of self-amnesty laws that are incompatible with the Convention meant that Peru failed to comply with the obligation to adapt international legislation that is embodied in Article 2 of the Convention. Het Hof is van oordeel dat in de voorliggende gevallen het Internationale Hof voor de Rechten van de Mens meerdere malen heeft geoordeeld dat amnestie verleend aan de daders van misdrijven in strijd is met het recht van de nabestaanden van slachtoffers om door een rechter te worden gehoord, artikel 8 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens, en in strijd is met hun recht op rechtsbescherming, artikel 25 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens. Verdragsstaten moeten de uitoefening van die rechten verzekeren, artikel 1 en 2 Amerikaanse Verdrag Rechten van de Mens. En die verzekering kan niet gegeven worden als nou juist amnestie wordt verleend aan de plegers van misdrijven. Het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens acht amnestiewetten eveneens duidelijk onverenigbaar, manifestly incompatible, met de doelen en de geest van het Inter-Amerikaanse Mensenrechtenverdrag. In het licht van de algemene verplichtingen die volgen uit de artikel 1, leden 1 en 2 van het Amerikaanse Verdrag Rechten van de Mens, zijn de verdragspartijen verplicht alle maatregelen te nemen om te garanderen dat niemand het recht op een eerlijk proces wordt ontzegd of ervan wordt weerhouden gebruik te maken van zijn recht op een effectief rechtsmiddel, zoals bedoeld in de artikelen 8 en 25 van het Amerikaanse Verdrag van de Rechten van de Mens. Het voorgaande houdt in dat verdragspartijen die wetten aannemen die strijdig zijn met hun verdragsbepalingen, zoals zelfamnestiewetten, in strijd handelen met de artikelen 8 en 25 junto artikel 1 leden 1 en 2 van het Amerikaanse Verdrag van de Rechten van de Mens. Zelfamnestiewetten leiden tot machteloosheid bij slachtoffers en bestendige straffeloosheid. Het Hof verwijst eveneens naar een formeel procedureel soortgelijk geval in een door het Europees Hof uitgespreken zaak van Stan Greek Refinery. Een uitspraak van het Hof, Europese Hof Rechten van de Mens van 9 december 1990, waarin het Europese Hof medegelet op het moment waarop de wet tot stand kwam, er waren nog rechtelijke processen gaande, de wet in strijd achtte met het rechtsstatelijk beginsel van de scheiding der machten en het recht op een eerlijk proces. Zij zeiden, the principle of the rule of law and the notion of fair trial enshrined in artikel 6, Europees Verdrag Rechten van de Mens, preclude any interference by the legislature with the administration of justice designed to influence the judicial determination of the dispute. Het Hof is ten slotte van oordeel dat voornoemde strijdigheid met de grondwet en mensenrechtenverdragen alleen dan gerechtvaardigd zou zijn indien met de wijziging van de Amnestiewet 1989 een dringend algemeen belang ten grondslag zou hebben gelegen. Dat dit dringend algemeen belang door het Hof niet aanwezig wordt geacht, nu niet uit de wetstekst als ook uit de memorie van toelichting en de door de wetgever uitgevoerde belangenafweging van een dringend algemeen belang lijkt. In de wet van 5 april 2012, houden de wijziging van de Amnestiewet 1989, is de instelling van de Waarheids- en Verzoeningscommissie opgenomen die onmiddellijk na de afkondiging bij wet zou worden ingesteld. Deze commissie zou de belangen van zowel slachtoffers, nabestaanden als die van de mogelijke verdachten van misdrijven genoemd in vermelde wet kunnen waarborgen. Het Hof komt echter tot het oordeel dat na de inwerkingtreding van de wijzigingswet van 5 april 2012 de waarheidscommissie nooit bij wet is ingesteld en dus niet kan worden nagegaan als de belangen van de slachtoffers, nabestaanden en die van de mogelijke verdachten van vermelde misdrijven zouden zijn gewaarborgd met deze wetswijziging. Door vermelde wijzigingswet heeft de wetgever getracht te bereiken dat het low-intensity conflict in de samenleving zou worden opgelost. De in artikel 1 lid 1 sub g van de wijzigingswet in zaken de feiten gepleegd op 7, 8 en 9 december 1982, sub
onderscheidelijk de artikelen 347, 348, 349 CQ, de uitlokking en artikel 360, de mishandeling en de zware mishandeling en volgende wetboek van strafrecht, dienen volgens de argumentatie en ingenomen standpunten in de amnestiezaken van het Mensenrechtencomité, van het Internationaal Verdrag van de Rechten van de Mens, de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, als het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens niet in aanmerking te komen voor amnestieverlening. Het is vaste rechtspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens dat indien amnesties in strijd zijn met het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat deze amnesties nietig worden verklaard. Suriname heeft de jurisdictie van vernoemd Hof erkend op 12 november 1987 en is aldus ook gebonden en gehouden aan haar uitspraken. Komen we bij het laatste stuk, de beslissing van het Constitutioneel Hof. Het Constitutioneel Hof is van oordeel. Gelet op de toetsing van de wet van 5 april 2012, houden de wijziging van de Amnestiewet 1989. Dat vermelde wet in strijd is met de artikelen 8, 10, 14 en 131 lid 3 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Dat vermelde wet in strijd is met de artikelen 2 en 14 van het Internationaal Verdrag in zaken burger- en politieke rechten. En dat vermelde wet in strijd is met de artikelen 1, 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens. Van deze beslissing afschriften zenden aan verzoekers, de ministers die belast zijn met justitiële aangelegenheden en met de zorg voor de publicatie in het Staatsblad van de Republiek Suriname, de president van het Hof van Justitie, alsmede aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Aldus gewezen in het openbaar, uitgesproken door de voorzitter van het Constitutioneel Hof, de dato 22 juli 2021, de Paramaribo, in tegenwoordigheid van de plaatsvervangende secretaris. En ga ik thans over tot de ondertekening van de beslissing van het Constitutioneel Hof conform artikel 26. In beeld brengen. Is al in beeld. De laatste hoofdstuk 7 zal in beeld komen. Is al in beeld. Oké. Okay. Met de ondertekening van de beslissing van het Constitutioneel Hof sluit ik deze openbare zitting van het Constitutioneel Hof af en ik bedank u allen voor uw aanwezigheid. Ik sluit het af. De uitspraak in verband met de amnestiewet heeft u mogen aanhoren. Het is een levige uitspraak en u heeft het kunnen lezen via livestream van CDS. Het is aan te raden het te downloaden om het rustig door te kunnen nemen, vooral CDG-juristen zijn. De zitting is nu voorbij.